De Wiggense Molen kreeg woensdag 2 nieuwe molenstenen. En dat is een unieke gebeurtenis, want dat gebeurt maar eens in de 100 jaar. Trotse eigenaar Jeroen de Water vond het al langer tijd voor nieuwe stenen. Maar het regelen van de stenen was niet eenvoudig. Het kostte de Water namelijk 2 jaar om de zware stenen te vinden. Ja, dat is een unieke gebeurtenis. Molenstenen, daar kan je heel lang mee doen. En het werd gewoon tijd voor 2 nieuwe stenen. Dus een paar jaar geleden hadden we het idee opgevat om die eruit te gaan halen. En een zoektocht begonnen op zoek naar 2 geschikte molenstenen voor deze molen. En uiteindelijk hebben we 2 stenen gevonden. Eentje in Hellendoorn en eentje in Münster. Eentje lag bij iemand achter in de achtertuin. Die was zijn tuin aan het verbouwen en die wilde van die stenen af. En de ander lag bij iemand al jaren opgeslagen in een loods. En wist eigenlijk ook niet meer waar die steen vandaan kwam. En die hebben ze verkocht via Marktplaats en de andere via eBay. De Water takelde heel wat af, want de wind krijgt 1500 kilo niet omhoog. Daarom maakte hij gebruik van een ander hulpmiddel, namelijk de takel. Nou, we takelen heel wat af in de molen. Normaal op de wind, de zakken graan die moeten natuurlijk ook naar 2 hoog. Steen is toch wel iets anders, want die stenen die wegen gewoon 1500 kilo. En die moeten omhoog, daar gebruiken we niet de wind voor. We hebben een hele lange takel en die hangt boven in de molen, hebben we die vastgemaakt. En daar hijsen we de steen in en dan langzaam halen we omhoog de steen, ja. Ik zit nu 6 jaar hier op de molen. Ja, het voelt als mijn eigen molen. Het is een prachtige molen, een unieke plek. Natuurlijk ook omdat wij nog malen. Kijk, het is mijn werk. Dat zie je ook niet veel in de molens meer. Ja, sinds 2 jaar staan we ook op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Wie kan dat nou zeggen? Ja, en kijk, met zo'n ambacht. Het billen van de steen, nieuwe stenen. Ja, dat is bijna verloren. Dat zie je bijna nergens meer, die kennis. En dat is mooi om dat nog te kunnen delen, ja.